Er was een gezin en die hadden brand. Die hadden helemaal niets meer over. Geen kleding, geen beddengoed, niks. En die konden wij van alles geven. Kleding, bedden. En die gingen huilend weg. Ja, voor zulke dingen doe je het. Ja, dan krijgen ze bij ons een pakket. Dan zijn ze helemaal ontroerd, overrompeld. Dus zeggen ze, is het zoveel? Mag ik dat elke week komen halen? Nou, dat is gewoon prachtig om te werken. Vier kinderen leefden in een schuldsanering. En die kinderen konden allemaal een mooi stuk speelgoed pakken. Eén fietste weg op een fietsje. En hun ogen begonnen te stralen. De ander pakte een boek. En dat vinden wij heel erg belangrijk. Ja, we zitten dus samen in één pand en laatst was er een mevrouw die kwam bij mij op intake en die was 8 maanden zwanger. En toen dacht ik, nou, hoe gaat het eigenlijk voor een baby uitzet? Dus toen ben ik met haar naar de kledingbank toegelopen en gevraagd zo van, nou, kunnen jullie al wat voor haar betekenen? En dat is natuurlijk, ja, dat kan je doen omdat je nu in één pand zit. We kunnen ook heel veel van elkaar leren in de organisatie. Wij zijn nog vrij jong daarin. Bijvoorbeeld intake zouden we in de toekomst gezamenlijk kunnen gaan doen. Daar zijn we over na aan het denken. Maar ook van, nou, hoe zet je je vrijwilligers in? Kun je daarin ook gezamenlijk wat doen? En dat zijn wel belangrijke dingen om weer verder te groeien. Ja, samenwerken. We gaan gewoon samenwerken op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld de ICT werken we samen. Gaan we zelfde programma's gebruiken voor zover dat mogelijk is. En bijvoorbeeld kunnen onze cliënten gebruik maken van de minimacoach die beschikbaar gesteld worden door de gemeente. Wij krijgen ook de meeste cliënten doorverwezen door de voedselbank. Dat is ongeveer 70% van alle cliënten die wij krijgen, komen hier binnen via de voedselbank. Brood, een kant-en-klare maaltijd, wat drinken. Ja, veel groente en fruit, dat is altijd wel. En een cadeau voor mijn zoontje, die is aanstaande weekendjaren. Als de voedselbank er niet zou zijn, dan zou ik minder eten hebben en zou ik honger hebben. Dus ik ben er wel heel blij mee. Yeah.